Wat hebben wij hier voor de buk, Jan Kloosterman? Dit is een kanonskogel, een ronde stenen kanonskogel. Die is opgedoken in het Amelander Hoes in Leeuwarden. En deze zat in het depot bij het Fries Museum. En omdat ons museum, het IJsseldijkmuseum, alleen maar over stenen gaat, hebben wij gedacht van nou, wij moeten een van die fraaie exemplaren hier in ons museum hebben. Als bewijs dat Leeuwarden ooit een keer beschoten is en belegerd is en dat er bressen in de muren zijn gestoken. En dat is ook te zien aan deze kant van de steen, dat die ergens tegenaan geslagen is. Ja, dat moeten we geloven, hè? Natuurlijk moet je er geloven, maar er zijn heel veel dingen in het leven die je natuurlijk moet geloven. Daar is ons land ook groot mee geworden. En het Fries Museum, die valt hier niks meer aan? Het Fries Museum die heeft op het moment geen tentoonstellingen waar deze kanonskogels uit Leeuwarden in passen. En vandaar dat wij ze mogen lenen in ons stenen museum. Dan hebben we een mooi verhaal, jongen.